Goedemorgen allemaal. Welkom bij het webinar van de Groene Paper over wat jongeren vinden van het manifest wat we gedaan hebben. Er druppelen nog wat mensen binnen, maar ik stel voor toch dat we alvast door een paar praktische mededelingen gaan en dan gewoon beginnen. Het is een kort seminar, 45 minuten, dus we hebben de tijd goed nodig. Mijn naam is Giuseppe van der Helm, ik ben van de coöperatie Leren van Morgen. Ik zal een beperkte rol vervullen bij dit seminar, want het zijn jullie, de deelnemers, die een belangrijke rol vervullen. Het is een interactief seminar en natuurlijk, niet te vergeten, het panel van mensen wat we hebben, dat ik zo direct aan jullie ga voorstellen. Laten we even door een paar slides lopen. Saskia, als jij de volgende wil opzetten. Ja, dit is de Groene Paper. Daar zijn we allemaal van. Daar doen we het allemaal voor de hele week. Het duurzaamheidsevent van het onderwijs voor de toekomst. Van ik in het hoger onderwijs. Ook het MBO is daar sinds jarenlang actief bij betrokken. En het is een initiatief van een groot aantal leden van de coöperatie, zie ik. Waaronder studenten van morgen. Het Groene Brein. Het netwerk van onderwijsprofessionals in het MBO, duurzaam MBO. En ook RVO en SURF. En de gastrichter Hogeschool van Amsterdam. Goed om dat eventjes te herhalen. En dan dit seminar, dit webinar natuurlijk. Ja, het wordt opgenomen. Het is goed dat eventjes te weten. En we hebben de chat. Nou, we zijn inmiddels gepokt en gemazeld in online natuurlijk meetings hebben. Dus gebruik de chat. En ik zou ook zeggen, gebruik als je vragen hebt. Je mag ook altijd nog je hand opsteken natuurlijk. Dat werkt ook nog. Als deelnemer. En verder zullen we veel met Mentimeter werken in dit webinar. Het webinar zelf. Misschien nog even goed de titel te herhalen. Is gemaakt. Wat zei je? Dat is Studenten in Actie voor meer duurzaam onderwijs. Nou, dan gaan we even een voorstelrondje doen. Misschien dat we de slides even, presentaties even weg kunnen halen. Elkaar even kunnen aankijken. Dan gaan we even kijken wie nou wie is. Intussen. De deelnemers, we hebben een stuk of 26 nu. Als je wil, kan je gewoon even voorstellen in de chat. Is geen verplichting, maar kan je doen, zodat je ook eventjes... Het is ook een netwerkfunctie, hè? Dit hele conferentie, alle seminars, alle webinars zijn ook netwerkmogelijkheden. Dus als je het wil, laat ook je naam achter of waar relevant, waar mensen kunnen bereiken als er ergens iets opkomt in dat webinar. Misschien even kijken naar elkaar. Laten we beginnen met Roman Lenders van de Jonge Klimaatbeweging. Roman, kun jij even kort voorstellen en natuurlijk ook iets vertellen over de Jonge Klimaatbeweging? Ja, zeker. Dankjewel voor de introductie. Ik ben Roman Lenders. Ik ben themahouder onderwijs bij de Jonge Klimaatbeweging. Als Jonge Klimaatbeweging vertegenwoordigen wij meer dan 50 jongerenorganisaties in het klimaatdebat. Dat doen we door met hen in gesprek te gaan, op te halen wat zij belangrijk vinden op verschillende thema's. En op die thema's hebben we ook een visiedocument. Daar zijn we nu hard aan het schrijven, want die willen we in september de nieuwste versie daarvan uitrollen. Thema's zoals voeding, de nieuwe economie, maar ook onderwijs. En daar ben ik dus het aanspreekpunt van. Dus ik spreek met jongeren over een visie op onderwijs, schrijf dat op in zo'n visie en draag dat ook uit op verschillende evenementen, waaronder deze. Dat doe ik nu ongeveer 2 jaar en ja, leuk om hierbij te zijn vandaag. Giuseppe, je staat nog op mute. Ja, altijd hetzelfde gedonder. Sorry, Isabelle, Youth for Climate, kan jij even kort introduceren? Yes, hallo allemaal, ik ben Isabelle. Ik ben bestuurslid onderwijs bij Youth for Climate. Daarnaast ben ik ook nog student, gewoon zelf. Maar dit jaar ben ik bestuurslid onderwijs en dat houdt eigenlijk in dat ik... Ja, alles wat wij als Youth for Climate doen op het gebied van onderwijs mag coördineren. En als Youth for Climate zetten wij ons in om de stem van jongeren te vertegenwoordigen. Bij de politiek, maar ook in het maatschappelijke debat. Dat doen we door middel van allerlei verschillende acties. Grootschaliger tot grote klimaatstakingen. Maar ook kleinschalig. Door bijvoorbeeld het onderwijsmanifest wat vorig jaar is uitgebracht. Super, dankjewel Isabelle. En dan Saskia Hubers. Saskia, ik je even kort voorstellen. Yes, hi, ik ben Saskia. Ik loop stage bij Leren van Morgen. Ik doe dat vanuit de master toegepaste ethiek. Ik heb hiervoor filosofie gedaan. En vanuit toegepaste ethiek kijk ik naar duurzaamheid en wat de verantwoordelijkheid is van het onderwijs. Daar schrijf ik dan stukken over.
Met als doel om mensen te motiveren, inspireren, informeren over wat er allemaal gebeurt en wat er allemaal mogelijk is. Super, dankjewel Saskia. Nou, dit zijn ze. Dit zijn onze drie panelleden waarmee we de gesprekken aangaan. Wat gaan we dan doen in de tijd die ons gegeven is vandaag? Allereerst zal ik even kort uitleggen wat nou de aanleiding is voor dit hele verhaal. Ik begin maar even paar zinnen te vertellen over leren vanmorgen. En dan de achtergrond waarom we vorig jaar met een aantal andere organisaties het manifest geschreven hebben over duurzaamheid in het onderwijs. En vervolgens gaan we kijken, van wat is daar nu de stand van zaken eigenlijk? Hoe kijken we er nu tegenaan? Dat is een jaar geleden. Wat is er gebeurd? En zijn we daar tevreden mee? En de manier waarop we dat doen, zal telkens hetzelfde zijn. We hebben een vijftal vragen. Die gaan aan de deelnemers gesteld worden via Mentimeter. Eén gesloten vraag, de rest zijn open vragen. En vervolgens leggen we die resultaten voor aan de panelleden. En dan gaan we met elkaar erover spreken. En nogmaals, als mensen willen reageren, dan kan dat via de chat. Dat is het makkelijkste, denk ik. Maar het kan ook gewoon door je hand op te steken. En dan gaan we eens kijken waar we staan over drie kwartier. Dat is de gedachte. Laten we dan snel naar de kleine introductie van Leren vanmorgen gaan. Dat is schets ook een beetje waar we in staan. Leren vanmorgen is een platform van meer dan 150 organisaties. Dat kunnen organisaties uit het onderwijs zijn, scholen of koepels. Maar ook organisaties die met het onderwijs werken. Die aanbod verzorgen, met leermiddelen bezig zijn, met challenges of projecten of wat dan ook. Doel is natuurlijk het leren voor duurzame ontwikkeling. En daar gebruiken wij de SDG's voor. Als je zegt, wat is duurzaamheid? Nou, dat staat wel goed beschreven in de Sustainable Development Goals. Aangenomen door alle landen van de wereld. En ik zelf ben dan de nationale alliantiecoördinator voor SDG 4 over onderwijs. Dus wij werken heel nauw samen natuurlijk met SDG Nederland. De manier waarop we dat doen, hè, dat het doel is, hoe kom je dan in het onderwijs, dat is een integrale aanpak. En dat is verschrikkelijk belangrijk. Want als je op één element let, bijvoorbeeld naar de nieuwe leerdoelen, dan kom je er niet. Je moet echt kijken naar het curriculum, de kennis die je opdoet natuurlijk, maar ook naar de vaardigheden. Je moet kijken naar de manier waarop je leert, de didactiek. Doe je dat via projecten, meer op leerlinggerichte plaats van docenten die frontaal lesgeven. Gebruik je schoolgebouw en je eigen bedrijfsvoering als leermiddel. Hoe ga je zelf om met klimaat en met circulariteit? Je kijkt naar de docentenopleidingen. Die moeten uiteindelijk het werk doen in de klas. Je kijkt naar de omgeving, de relaties met de omgeving. De wijk, de bedrijven om je heen, de ouders, de studenten of leerlingen zelf. En ten slotte kijk je naar de kern, namelijk hoe zit het in jouw beleid ingepast? Wat is jouw visie als opleiding zijnde? En dan moeten we natuurlijk constateren, dat deden we toen dat we manifest schreven, dat veel scholen met heel veel dingen bezig zijn. Er zijn docenten die tekort is, er zijn salarisproblemen, er is ook nog corona en ventilatie en allemaal belangrijke urgente dingen. Ze moeten allemaal issues van de maatschappij oplossen, zo wordt dat gevoeld in het onderwijs. Maar echt naar de toekomst kijken, dat is wat lastiger. Dat zit er eigenlijk niet zo in. Terwijl elk zichzelf respecterend bedrijf, die begint natuurlijk met die toekomst. Die zegt, ik wil overleven in die toekomst. Ik wil het beste zijn. Ik wil eerder zijn dan mijn concurrenten. Wat gebeurt er in die wereld? En dan loop je al snel tegen duurzaamheidselementen aan. Een school heeft dat niet. Voor een toekomst van de school is één ding belangrijk. Hoeveel kinderen we maken met z'n allen. Want dat is het werk gegarandeerd. En dat is toch echt een beetje gek eigenlijk. Nou, dat is ter introductie. Hoe doen we dat? Op drie manieren. Dat zie je in de volgende slide. Bottom-up, daar begint het allemaal. Het zijn docenten, het zijn studenten, het zijn leerlingen die bevlogen zijn. En die zeggen, donder niet hoe het systeem zit, ik ga gewoon iets doen. Dat doen ze niet sinds gisteren. Dat zitten netwerken van al tussen de 15 en de 20 jaar bestaan die daarmee bezig zijn. Dat is niets nieuws, maar daar moet het van komen. Daar is vandaar die netwerken als duurzaam mbo, waar al meer dan 1500 docenten in zitten. Wij proberen dan samen kaders te schetsen, zeggen maar, dit is duurzaamheid. Hè? Wat is die whole school approach, waar ik net de elementen van benoemde. Maar ook zo'n sustainable, die veilig weer uitgereikt wordt, bedacht door studenten van morgen, is ook een heel mooi instrument om te meten wat duurzaamheid nou is voor een onderwijsinstelling. Nou, verder lopen er wat projecten. Top-down, bottom-up is natuurlijk leuk, maar het moet ergens wel verankerd worden. Die docenten die bevlogen zijn, moeten gefaciliteerd worden. Nou, daar heb je de schoolleiders en de bestuurders voor nodig, maar ook de raden erachter. En tenslotte moet je natuurlijk voor echt, ja, dat moet je echt iets veranderen, moet je ook de politiek en de ministeries mee hebben. En daar hebben we een beleidsbezorgingsgroep voor. Nou, dan kom ik op het punt van duurzaam onderwijs. Kijk nou even naar het ene elementje van die kennisoverdracht. Nou, het curriculum, zoals dat wordt voorligt, dat wordt bepaald door de leerdoelen. En de laatste leerdoelen, die zijn vastgesteld in 2006. In 2006, even voor de duidelijkheid, toen zaten de mensen toen op hives met z'n allen.
De eerste iPhone die moest nog ontwikkeld worden en de eerste Tesla moest op de weg komen. Onze kinderen leren dit nu, hè, uit die tijd. Dat is natuurlijk waanzinnig. En als je denkt uit de politiek, die heeft ze dat gerealiseerd, die trekt zich de haren uit het hoofd en die zet alles op alles om dat te repareren. Nou, die pogingen zijn al 5 jaar oud en 2 weken geleden de politiek in alle wijze besloten om dat hele proces maar aan de kant te schuiven en voorlopig vooral te richten op taal en rekenen. Dus van geïntegreerd denken en enige vooruitgang in waar we naartoe moeten. De toekomstgerichtheid is geen sprake. Vorig jaar heeft STG Nederland gezegd, we gaan een duurzaam regeerakkoord schrijven. En in dat duurzaam regeerakkoord gaan wij gewoon eens... even iets uitzetten hier. In dat duurzaam regeerakkoord gaan wij gewoon de regering vragen om meer aan duurzaamheid te kijken. Dat is een vrij hoog over manifest, zou je kunnen zeggen. En wij hebben toen met onze partners gezegd, van, we gaan er een manifest aanplakken met veel concretere vragen aan het onderwijs. Dus als je een duurzaam regeerakkoord hebt, wat ga je dan inschrijven voor het onderwijs? Nou, als we even naar de volgende slide gaan, dan zie je een paar elementen. Dit kunnen we even opstellen, hebben we het gehad. Over dat manifest. En dan gaan we daarna naar de vragen toe. Hè, want wat staat er dan in? Ik kan me voorstellen dat niet iedereen dat gelezen heeft. Nou, het is evident dat we dan natuurlijk kijken naar een wereld waar niet alleen economie belangrijk is, maar ook het welzijn en niet alleen van onszelf, maar van ook van alle mensen op deze planeet. En niet alleen van onszelf nu, maar ook in de toekomst. Dus die twee elementen, kijk naar de breedte van het leven op aarde, kijk ook naar de toekomst, die horen daar wel in. En die vinden wij nu nog te weinig terug. En wat je moet doen natuurlijk, is leerlingen en studenten de bagage geven om in die heel snel veranderende wereld te overleven. Nou, dat klinkt zo evident als primaire taak van het onderwijs, maar in mijn optiek, na een aantal jaren ervaring, zie ik dat veel te weinig terug. We kijken gewoon naar de leerdoelen die er zijn, dan gaan we die maar zo snel mogelijk invullen op een zo goed mogelijke manier, vooral een efficiënt mogelijke manier. Dat is wat anders dan leerlingen de middelen te geven die ze nodig hebben om straks te leven, bij te dragen aan die maatschappij en ook natuurlijk gelukkig in te zijn. Nou, in concreet, wat betekent dat? Even de volgende slide. Dat zien we nog een keer die zaken staan, de nieuwe generatie voorbereiden. Wat moet je dan hebben? Nou, 2 zaken. De politiek moet je nodig hebben en de schoolbesturen, zeg maar. Aan de politiek vragen of simpelweg, neem eens een keer regie daarin. Natuurlijk hebben we artikel 23 van de grondwet, waarin staat dat scholen de vrijheid hebben. Je kan zelf een school beginnen als je maar die leerdoelen doet. Maar de overheid heeft wel wat dingetjes. Die bestelt die leerdoelen vast uiteindelijk, na een akkoord van de Tweede Kamer. En die meet ook de kwaliteit van scholen. Nou, dat laatste is nog helemaal niets van duurzaamheid in vermeld. Maar je kan allerlei zaken doen die hierin staan. Opzetten van een programma voor duurzame scholen bijvoorbeeld. En zorgen dat jongeren ook echt een stem krijgen. Dus echt hebben we in dat manifest ook echt de aandacht gevraagd. Van, betrek jongeren nou eens erbij. Vraag niet alleen, praat niet alleen over jongeren, maar ook met jongeren. Nou, de laatste slide gaat dan over wat je dan vraagt aan bestuurders. En dan zeg je, nou, beginners, we gewoon uit die Sustainable Development Goals te krijgen. Te kijken, die zijn echt voor de hele wereld afgesproken. En niet alleen voor de ministeries, hoor. Die zijn voor ons allemaal, elke burger, elke organisatie, moeten we daarmee aan de bak. Dus ook het onderwijs. Dan gaan die ons vertalen in specifieke doelen. Kijk niet alleen naar kennis, maar ook naar vaardigheden. Want daar moeten we van hebben. Kennis veroudert supersnel tegenwoordig. Maar als je weet hoe je moet samenwerken, hoe je kritisch moet denken. Hoe je kan ondernemen in de zin van, we gaan iets oppakken. Om daar wat te doen, dat is misschien wel veel belangrijker. Nou, verder andere elementen die hebben we al genoemd. En dan gaan we nu misschien eens kijken van wat is er mee gebeurd? Dat manifest is aangeboden, onder andere aan Mark Rutte en andere mensen. Het is zo dat in de Tweede Kamer is ook gevraagd om een reactie in de commissie Economische Zaken, notabene en Klimaat. En dat die reactie is nog steeds niet gekomen. En we zijn eigenlijk benieuwd van, ja, merken we zelf nou een verandering daarin? En dat is ook een eerste vraag eigenlijk voor Menti, voor Mentimeter. Dus als jullie naar menti.com gaan en de code die hierin staat even indrukken, dan beginnen wij gewoon met een gesloten vraag en dan gaan we straks nog met een vervolgvraag op door. En die is van, het manifest heeft bijgedragen aan concrete actie, dus echt wat veranderd. En we zien ook vooruitgang in toekomstbestendig onderwijs, meer toekomstgericht onderwijs bij onderwijsinstellingen. Dat maakt niet uit over welke laag je praat. We pakken alles even bij elkaar. Je ziet hier nog steeds bovenin die code staan als het te snel ging. We gaan ook proberen die nog even in de chat te zetten.
Nou, ik heb 14 reacties, maar we hebben iets van 28 mensen. Dus kijken of er een paar binnenkomen. En het is toch wel een gemengd beeld. Het is toch wel een aantal mensen die zeggen, ja, de meerderheid die ziet dat niet zo. Maar we hebben toch ook 5 mensen die dat wel vinden. Staat de code al in de chat of zal ik hem daar nog even inzetten? Hij staat in de chat. Ah, oh, top. Oké. Okay. Iemand zegt, ik ben het niet eens omdat ik het niet ken. Het manifest, ja, dat is natuurlijk een goede reden om daar niet op te reageren. Misschien dat eerst even voor de reactie van het panel vragen nog naar de volgende stelling gaan. De volgende vraag gaan. En dan gaan we proberen het eventjes wat te duiden. Misschien, ik heb even naar, ja. En dat is gewoon een open vraag. Van nou, oké, okay, we zien wel vooruit. Gaan even los van het manifest misschien. Want ik kan me voorstellen dat je het lastig is om die mee wat ernaast te houden. Ik heb wel iets gezegd waar het dan over gaat, over duurzaamheid in het onderwijs. Nou, waar zie je dan, laten we even naar het laatste jaar kijken. Waar zie je dan vooruitgang op dat terrein? Het maakt niet uit waar het is. Is het nou een curriculum? Is het in een kwaliteitsmeting? Is het in didactiek? Is het in samenwerking met de omgeving? Is het in je eigen school, bedrijfsvoering? Waar zien we nou vooruitgang? Curriculum. Er waren net al minstens 5 mensen die zeiden van we zien vooruitgang, dus. Ik zie aandacht studenten staan. Is het aandacht voor studenten of aandacht van studenten? Wie heeft dat, wie wil daar iets over zeggen? Wie heeft dat ingevuld? Ik heb dat ingevuld. Aandacht bij studenten bedoel ik. Dus studenten hebben er veel aandacht voor. Oké, dat is fijn te horen. Oké, even kijken wat hier staat. De integratie, dat is een heel belangrijk kernpunt. De zaken van de bedrijfspolitiek zelf, zoals afvalscheiding, zie ik hier staan. Nou, aandacht hebben gehad. Ook bewustzijn van de studenten hoort erbij natuurlijk. Acties ter bewustwording, een belangrijk element. Hè? Dat heeft met die visie te maken ook. En ook hele concrete dingen. Plantaardig eten, kantines, koek, brood. En stages. Oké, ik ben heel benieuwd hoe de panel daar naar kijkt. Dus wie van het panel wil daarop op reageren? Ja, ik kan wel reageren. Ja. Ik ben ook wel benieuwd, eigenlijk voordat ik reageer, van één iemand zei ook curriculum. Maar we zeiden ook inderdaad van, er is die grote curriculumverandering was juist gaande, waar duurzaamheid wel geïntegreerd naar voren kwam. En die is nu weer opzij geschoven. Dus ik ben benieuwd, waar in het curriculum komt het dan wel naar voren? Wie had dat geantwoord? Nee, niemand? Ik weet, ik was niet de eerste die het invulde. Maar ik had dat onder ook ingevuld. Ik heb hem namelijk ook ingevuld naar hoe ik dat zie op mijn universiteit. Want ik studeer aan de Radboud Universiteit. En mijn studie heeft sowieso met duurzaamheid te maken. Dus daar is misschien niet helemaal het juiste voorbeeld. Maar het feit dat voor iedereen het verplicht wordt om... een vak over duurzaamheid te volgen, dat is voor mij een heel duidelijk voorbeeld dat er dus wel iets voor een vooruitgang in zit. Ja, nee zeker. Nou, ik denk ook wel, er is wel meer bewustwording gekomen zelf. Er zijn duidelijke koplopers. De Radboud Universiteit is een heel mooi voorbeeld, wat ook nog een mooie highlight was in de krantenkoppen van in de duurzaamheid integraal in alle studies. Je hebt ook vanuit Leren voor Morgen, als je die routekaart voor duurzaam onderwijs is gelanceerd, zodat scholen stappen konden doorlopen om duurzamer te worden. Ik heb zelf een basisschool, een Jenaplan basisschool, in Eindhoven ondersteund om dat te doorlopen. Dus je merkt wel dat het meer naar voren komt. Ik denk ook via
de jongeren. En wat ik mooi vond ook wel, niet zozeer dit manifest vanuit Leren voor Morgen, maar ook dat het gelijktijdige manifest vanuit Youth for Climate. En dat komt ook op het Jeugdjournaal. En ik herinner me nog goed dat we wilden graag een onderwijswoordvoerder van, nou, verschillende onderwijswoordvoerders spreken, maar ook van bijvoorbeeld de VVD. En initieel was er niet heel veel, ja, kregen we niet heel makkelijk een gesprek. Alleen toen zagen de kinderen van die vrouw, zagen dat op het Jeugdjournaal en dachten, oh, mama, ga je hier ook iets aan doen? Dit vinden wij wel belangrijk. Dus je merkt dat van onderop, ook via ouders dan weer, daar wel meer aandacht aan komt. Dus ik denk dat een stukje bewustwording ook wel meer komt. En ook bij ministeries. Laatst was er zo'n whole school approach conferentie, een maand geleden ongeveer volgens mij. Ja. En je merkt wel dat meerdere ministeries nu aansluiten. En OCW ook. En dat is heel fijn. Maar gewoon dat die integraliteit wel meer wordt gezien. Oké. Okay. Dat herken ik inderdaad ook, Roman. Dat er veel meer interesse is ineens, bijvoorbeeld de OCW, dan vele, vele jaren lang. Saskia, wil jij daar iets op aanvullen? Ja, twee dingen. Ik zie iemand in de chat die zegt dat er in het mbo veel aandacht is voor circulariteit. En dat vond ik ook wel goed om even te noemen. Van, wij zitten natuurlijk in het HO, maar er lag nog veel meer perspectieven erop die echt heel interessant zijn. Dus in die zin is het wel jammer dat zij allemaal uit het HO komen. En ja, ik kan wat jullie zeggen over dat nu de overheid of meer ministeries wat meer mee bezig zijn. Maar ik zit op de UU en ik heb niet het gevoel dat hier iets gebeurt. Ik zie niks. Er zijn green teams. Maar ik heb begrepen van medezeggenschappers dat wel best wel drukke medezeggenschappers zijn die dat er nog bij krijgen. En verder zie ik gewoon niet zoveel gebeuren. Nu zit ik in mijn master, het is bijna af. En ik heb nog nooit iets geleerd over duurzaamheid. Tenzij ik er zelf voor koos om daar een paper over te schrijven. En het is heel fijn dat je dan die vrijheid hebt om er zelf voor te kiezen. Maar zelf heb ik het helemaal niet zo ervaren. Dus ik vind het heel leuk om te horen dat ze dat bij de Radboud Universiteit wel goed doen. Dus het beeld is wisselend. Ook in de chat, hè, er wordt ook wisselend gereageerd. Mensen zien toch ook wel vooral het bottom-up verhaal. Invloed van studenten neemt toe, zie ik staan. Ook belangrijk. Is ook door jullie genoemd eigenlijk. En ook in onderzoeksprojecten via lectoraten wordt het meer gezien. Dus je hebt een losse vak, maar het is wel aardig om te zien dat natuurlijk wel sommige mensen met een vak duurzaamheid werken en anderen zeggen dat het moet integraal onderdeel zijn van alle vakken. Ik stel voor dat we dat is even over het manifest. We laten steeds meer los. Hè. We gaan even kijken van nou, wat willen we dan eigenlijk vanuit jongeren. En we gaan naar de volgende vraag toe. Wat hopen jongeren dan eigenlijk te leren in het onderwijs? Manifesten zijn natuurlijk leuk, maar wat vinden jongeren nou eigenlijk van belang in het onderwijs? En ook als je geen jongere bent, heb je daar vast wel een idee bij. Het duurt altijd even voor je dingen doorkomen. Concrete aanpak van duurzaamheid. Competenties voor de toekomst. Vaardigheden voor nieuwe banen. Opvalt als dit leest, is het woordje vaardigheden en skills. Die komen toch wel vaak voor. Ook levensvaardigheden. Blijven ontwikkelen, leven lang ontwikkelen. Ook een mooie is omgaan met onzekerheid. Als je bedenkt de veranderingen nu niet meer lineair gaan, maar exponentieel. Dat is ook een belangrijk punt natuurlijk. Oké. Toekomstbestendigheid, vaardigheden en omgaan met die onzekerheid en blijven ontwikkelen om daarop aan te passen.
En natuurlijk gewoon over voorwaardigheden voor banen, maar ook op te leven. Mooi. Veel dingen. Panel, wie, Isabelle, wil jij daar eens over zeggen? Wat hoop je voor te leren van? Ja, het is allemaal moeilijk om dat in zo'n kort stukje in de Mentimeter natuurlijk te stoppen. Maar ik denk, wat ik heel erg gemist heb, is eigenlijk toen ik in ieder geval op de middelbare school zat, heel erg hoe je er dan mee om kan gaan. Want er werden wel feiten genoemd van wat er nou misschien misging met de wereld, maar ja, daar werd het bij gelaten. Wat best wel overweldigend was, in ieder geval, vond ik zelf. En verder, ja, gewoon het kritisch nadenken, überhaupt het leren denken over dingen. En niet gewoon alleen maar het, ja, kennis tot je nemen, zeg maar. Daar is het onderwijs steeds beter in. Maar het ook echt over nadenken, dat mag soms echt nog wel wat meer. En ja, ook wel, ik had wel graag ook meer, oké, ik zie in de chat dat het volgens het jeugdjournaal wel wordt verteld. Misschien dat het dan tijd wordt dat ik weer opnieuw het jeugdjournaal ga kijken, dat deed ik vroeger wel, maar nu niet meer zo vaak. Maar ja, ik denk dat in het onderwijs echt nog wel grote stappen zijn te zetten op het gebied van niet alleen feitjes brengen, maar ook het er echt over hebben. Ook om, in ieder geval, ja, wat voor mij persoonlijk heel erg gold, is dat het zodanig overweldigend werd dat ik er eigenlijk door dichtklapte, dus er niet meer in geïnteresseerd was. Omdat het eigenlijk alleen maar, zeg maar, verdrietig maakte als je leerde over klimaatverandering. Dus dat, ja, dat trekt je dan ook niet zo erg aan als jongere om daar iets mee te doen. Ik denk, daar kan ook, ja, daar kan een grote rol liggen voor het onderwijs. Oh. Ja, helder. Nee, maar goed, dat hoor je wel vaker, hè, dat mensen het gewoon te veel op je afkomt als je het allemaal op een rijtje zet. Alleen maar als bedreigend wordt ervaren, dan word je lamp geslagen, dan ga je die koplampen staan te staren. Dus het kritisch nadenken, maar ook het ondernemen zijn de belangrijke vaardigheden volgens jou. Saskia, als filosoof zal je dat waarschijnlijk herkennen, dat kritisch nadenken. Henk Tamer, ik vraag nog, wat denk je dat de hoogste prioriteit zou moeten hebben voor jongeren? Zou moeten hebben, zegt hij dan. Maar... wat is voor jou de hoogste prioriteit? Wat zou voor jou de hoogste prioriteit zijn? Ik denk dat nu wel duurzaamheid heel belangrijk is. En ik denk dat je daarvoor heel veel competenties nodig hebt. Dus dat mensen de competenties krijgen die ze nodig hebben. Zodat ze later in hun baan duurzaamheid mee kunnen nemen. Dat is het eerste wat in me opkomt. Iets wat ik zelf ook heel graag had willen leren. Echt al vanaf een stuk jonger. Dus denk ik hoe de maatschappij eruit ziet. Omdat, zeg maar, als je opgroeit zit je echt in je bubbel in je eigen gezin. Dan realiseer je gewoon heel weinig van grote problemen. Ik kom zelf uit een heel klein dorpje. En nu woon ik in Utrecht. En dan ontdek je zoveel meer. En ik had het al heel leuk gevonden als ik dat al eerder begrepen heb. Zodat je dat, ja, sneller door hebt. Ik ben benieuwd hoe de rest van de panel daarover denkt. En ik zie dat Henk ook het woord krasse knar heeft gebruikt. Dat vind ik heel grappig. Dat vond ik al misschien kwijt. Ja. Oké. Roman, had jij nog iets toe te voegen? Nou, ik vind hoe de maatschappij werkt vind ik wel een hele goeie. Want wat wel nodig is als je dit onderwerp gaat aansnijden, is ook handelingsperspectief. Dat hoor ik hier veel naar voren komen. En dat is niet alleen het op individu zetten. Dus niet alleen maar zeggen van, hey, dit kun jij veranderen. Je kan het eten veranderen minder lang douchen. Dat zijn ook belangrijke dingen. Maar ook denk ik inderdaad van, hoe kan je in de maatschappij toch je stem laten horen? Wat voor bewegingen zijn daarvoor? Hoe kan je misschien zoiets opzetten of je daarin bewegen? Aansluiten bij een politieke partij die daarop aansluit. En ook vooral dat gesprek. Met elkaar daarop aangaan. En het laatste wat ik nog niet echt heb gehoord, is gewoon die voeling weer met de natuur, die connectie met de natuur. Vanaf vroege leeftijd meer natuur ingaan, dat is op sommige plekken moeilijker dan op andere. Dat is heel jammer, maar er moet wel iets sterk gevonden voor worden. En de steden gaan wel veranderen. Tenminste, dat hopen we dat we in onze visie schrijven, dat we meer vergroening ook in de steden krijgen. Dus dan kan je daarop aansluiten. En ook vanuit jongeren juist aan hen vragen van, wat vinden jullie daar belangrijk?
En het eigenlijk gereedschap geven op een manier, op een projectmanier misschien, om daar iets aan te doen. Zodat ze ook dat positieve gevoel krijgen en niet alleen maar leren dit hoe het is en daar blijft het bij. Ja, denk je dat je die, dus even proberen samen te vatten wat jullie zeggen, hè? Eigenlijk begon Isabelle ook mee. Je moet ook dingen kunnen doen, perspectief krijgen wat je kan doen. Dat heeft met de vaardigheid te maken. Het heeft ook met betrokkenheid te maken natuurlijk. Hè? En, als je, ik vraag me af hoe jullie dat zien. Als je om je heen kijkt, zijn jullie collega's, hè? Want we zitten allemaal in onze eigen bubbel natuurlijk, ook zo betrokken. Als je kijkt naar je medestudenten of vroeger je medeleerlingen, waren dat zulke betrokken mensen? En is dat iets wat je kan aanleren tijdens je schoolperiode? Daar ben ik wel even benieuwd naar, hoe jullie dat zien. Deze vraag is vandaag super relevant, omdat vandaag de faculteitsraadverkiezingen zijn en voor de Universiteit Utrecht. En dan is er een opkomst van 10%. Dat is super weinig. En ergens denk ik van ja, het zou mooi zijn als studenten uit zichzelf meer zouden stemmen. Maar ik denk ook wel dat het aan een onderwijsinstelling is om dat aan te moedigen. Want als je het hele jaar niks hoort en dan twee keer een mailtje krijgt van je kan stemmen, dat motiveert helemaal niet. Dus ik kan me voorstellen dat als er meer aandacht komt voor de mensen die iets doen en dat ook gepromoot wordt en mensen daarvoor openstaan, dat mensen dan meer eigenaarschap krijgen en meer aan de slag gaan. Want ik heb wel het idee dat het nu bij een klein groepje is en dat dat groepje soms gewoon best wel moe is. Ja, dus ja, precies. Meer goede voorbeelden ook delen, zeg maar. Inspirerende voorbeelden. Isabelle, wil je ook iets zeggen? Ja, en misschien ook wel ook zien wat er dan gebeurt. Want wij hebben inderdaad ook uiteraard al die facultaire studentenraad en de universitaire studentenraad. Maar je ziet niet echt wat er gebeurt. Dus, en ik denk dat geldt voor heel veel dingen waar jongeren bij betrokken worden. Zelfs al luisteren hogere bestuurders bijvoorbeeld, luisteren ze wel naar je. Het is ook niet altijd duidelijk dat ze aan het luisteren zijn, zeg maar. Dus dat mag soms wel ook ietsje duidelijk worden gemaakt van oké, we horen jullie en dit gaan we er dan ook mee doen. Oké, helder. Kees, die zegt nog in de chat, van, daar hebben we het nu ook een beetje over. Het gaat ook belangrijk focussen op persoonlijke ontwikkeling. Dus soms moet je dat misschien beter in een kleinschalig onderwijs doen dan in andere. Laten we naar de volgende vraag gaan bij Mentimeter. En we hebben nog twee vragen overigens. Dan heb ik een beetje de mensen die meedoen. Beeld waar we ergens staan. Wat moet er veranderen in het onderwijs? Dus wat willen jongeren allemaal? En wat moeten we dan eigenlijk anders doen in het onderwijs? Nou, ik vroeg net al een beetje die kant op. Van wat moet je dan? Speelt onderwijs een rol met bewust betrokkenheid van leerlingen en studenten? Dus de vraag is, wat moet er veranderen in het onderwijs? Kleinschalig. Meer betrokkenheid en een grotere stem voor studenten. En de goede voorbeelden aandacht geven. Top-down. Dat is jammer dat we alles kunnen zien natuurlijk. Wat ik ook een interessante opmerking vind, is hier, we hebben het nu weinig over gehad, over toetsen. He, iemand heeft gezegd, anders toetsen, andere eisen bij inspectie. Meer jongereninspraak op school, maar ook in curriculum. Wie heeft dat gezegd? En wie kan even uitleggen dan wat er anders moet bij toetsen? Dus,
meer toetsen, minder toetsen. Ja? We zijn gewoon heel erg van het high stakes toetsen. Op meerdere plekken in de wereld, maar ook wel in Nederland. Kijk maar naar de CITO. Waardoor heel veel nadruk wordt gelegd op wat je daar specifiek moet doen. Waardoor heel weinig ruimte eigenlijk over is. En een jongen ook soms niet altijd volgens mij ruimte voelen. Tenminste, toen ik op de basisschool zat ook niet. Om daarbuiten je te ontwikkelen of te kijken wat wil je daarbuiten leren. En ik denk gewoon dat we meer naar een projectmatige manier van leren moeten gaan. Van werken moeten gaan. Waarin ook die integraliteit van hoe duurzaamheidsvraagstukken in de maatschappij naar voren komen. Ook op school al behandeld worden en zo naar voren komen. Ja, en dat vergt meer formatief toetsen. Meer gewoon kijken van hoe doe je het? Hoe heb je het project aangepakt? En op basis daarvan wat verder stellen. En minder dat high stakes. Je kan er niet helemaal onderuit. Dat geloof ik niet. Maar het kan wel minder. Wat doe je bij high stakes, Robin? High stakes toetsen is eigenlijk zo'n toets waar heel veel van afhangt. Zoals de CITO. Daar hangt gewoon vanaf van je gaat naar welke onderwijslaag ga je. Ja. Ik ben überhaupt voor een latere segregatie. Van mensen, want ik wil dat we niet meer spreken van hoger of lager onderwijs, maar dat mbo, hbo, wo wat langer, gewoon eigenlijk praktisch denkende en meer theoretisch denkende langer samen zijn, zodat ze ook leren van, we hebben elkaar nodig om dit soort vraagstukken op te lossen. Overigens, dat die mogelijkheid is er gewoon in het systeem, hè? Ik heb 3 jaar brugklas gedaan, dus de facto al een soort middenschool. Dat zit gewoon in het huidige onderwijssysteem, maar na de hand vonden mensen het handiger om het allemaal zoveel mogelijk te scheiden van elkaar. Dus dat merkwaardig systeem. Mag ik daar op inhaken? Want dat is natuurlijk inderdaad op het moment helemaal de trend. Dat je dat mensen vinden dat er eigenlijk pas later moet worden gekozen. Maar als ik dan uit ervaring spreek, dan ben ik echt, dacht ik god op mijn blote knieën dat ik na groep 8 eindelijk naar een school mocht waar wel op mijn niveau werd lesgegeven en getest. Ik kon me helemaal niet goed mengen met mijn klasgenootjes. En misschien had daar dan wel inderdaad meer begeleiding bij moeten zijn. Want ik moet ook met mensen die niet op dezelfde manier denken als ik les krijg. Of moet ik ook mee leren samenwerken. Maar het ging bij mij heel erg ten koste van heel veel dingen die ik wel zou kunnen en wat ik ook zou kunnen bereiken, mijn potentie, door niet op mijn niveau op school te zitten. Dus ik was heel blij dat ik vervolgens naar het gymnasium kon, waar het wel snel genoeg ging, waar ik wel veel leerde. Dus ik denk, dat wisselt ook heel erg per persoon. En ik ben aan de ene kant heel erg tegen de individualisering van onze maatschappij. Aan de andere kant denk ik dat het differentiërend onderwijs ook echt ontzettend belangrijk is. Om zeg maar er alles uit te halen wat er in een kind zit. Ja, helder. Dus er zijn verschillende perspectieven. Maar goed, laten we even uitgaan van het systeem zoals het nu eenmaal is. Hè. En dan is de opmerking van Roman van kijk nou even uit dat high stakes toetsen. Dat is even los van natuurlijk van het hoe lang, wanneer of welke periode je de keuze maakt. Want in elk geval die toetsen en niet alleen de high stakes, maar ook het aantal en frequentie van toetsen, dat is natuurlijk een klacht die we vaak horen. Ga even terug naar de vraag en ik kijk even naar de tijd. We hebben nog een zestal minuten. Ik sla even de laatste Mentimeter-stelling over en dan gaan we gewoon meteen kijken van, wat moet er veranderen en hoe kunnen jongeren erbij betrokken worden? Als we die verandering zien, wat kunnen jongeren daar bijdragen? En dan gaan we ook weer proberen, wat kunnen we in concreto zouden jongeren kunnen doen? En daar wil ik jullie toch even allemaal het woord over geven. Dus Saskia, zal ik met jou beginnen? Yes. Ik denk dat wat voor mij fijn geweest was als je meer eigenaarschap kreeg. Dus dat je echt het gevoel hebt van, als jij iets ziet of niet goed is, dan kun je daar een stuk over schrijven, dan kun je dat super goed onderbouwen en dan moet je daar heel kritisch naar kijken en dan wil iemand daar iets mee. Ik heb dat gevoel nu nooit gehad, dat kon. Ik heb het ook wel eens geprobeerd. Ik denk dat heel veel uitmaakt en dat eigenaarschap er is voor leerlingen, studenten, maar ook voor docenten, kan ik me voorstellen. Want als je er allemaal ergens voor staat en als je allemaal bewust bent van een bepaalde visie, dus moet er wel een visie zijn, als je daar bewust van bent, dan denk ik dat je er echt iets mee kan. En dan, als je het idee van eigenaarschap hebt, dan ga je dus gewoon kritisch om je heen kijken, dan kun je daar echt iets mee doen. En dat is ook gewoon superleuk, als je iets kan maken wat werkt. En bedoel je dan ook dat je een beetje loskomt van, op de middelbare school, de methodes? Want als je iets wil bereiken, dan ligt het eigenlijk een beetje in grote lijnen. Hè? Die leerdoelen zijn heel breed opgezet.
Maar vertaalt een hele concrete paragrafen in een tekstboek. Betekent dat ook dat je dan daar meer los van moet komen en meer vrijheid moet geven aan docenten en studenten of leerlingen? Ja, absoluut. Bijvoorbeeld door projecten binnen de school kan ik me voorstellen, zoals bij de whole school approach voorgesteld wordt, dat je bijvoorbeeld in plaats van een heel strikt wiskundehoofdstuk leren, een bepaald project waarmee je kan rekenen met bijvoorbeeld hoe krijg je zonnepanelen op het dak, zoiets. En dat de school daarvoor open staat en dat je daar dan iets mee kan en dan heel concreet iets lukt. Ja, precies. Dus ook bij de verduurzaming van je school de leerlingen betrekt natuurlijk. Ja. Leren ook een eigen impact, input hebben. Ja. Oké, dankjewel. Saskia, Roman. Hoe kijk jij er tegenaan? Hoe kunnen jongeren daarbij betrokken worden? Wat ik een belangrijk punt vind, wat je ook aangaf in het begin, de laatste echt integrale curriculumherziening was in 2006. Het is nog steeds niet echt gaande. En dat vind ik wel bizar. Best wel wat jongeren volgens mij zien al langer dat ze niet helemaal opgeleid meer worden of niet helemaal de dingen leren die ze dagelijks in het nieuws zien of waar ze mee geconfronteerd worden. Dus ik vind het best belangrijk dat er, ten eerste dat jongeren misschien iets leren tijdens maatschappijleer over curriculum, want het gaat wel over het schoolsysteem waar ze in zitten. En ook de mogelijkheid hebben om één keer per jaar, één keer per half jaar aan te geven van en mee te praten met onderwijsexperts of degene die over het curriculum gaan. Van is dit nog up-to-date of moeten we weer wat dingen veranderen? Want ik denk daardoor zou je ook het wat vaker moeten veranderen, maar misschien kleinere dingetjes. Dat is wel lastig, dat vergt een andere manier van kijken. Maar doordat je vaker verandert en wat kleinere dingetjes verandert, hoeft het ook niet in één keer zo'n heel groot iets te zijn, wat dan nu 5 jaar weer vooruit wordt geschoven en dan nog 3 jaar duurt om te implementeren. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Nee, dat zit er overigens ook in de voorstellen. Ze willen dat ook frequenter doen. We hebben het al over elke 10 jaar, meen ik, maar dat vinden ze dan nog frequent. Maar het betrekken van leerlingen, dat is nog lastig. Het betrekken van docenten, dat kan nog net. Maar alles wat er buiten staat, dus ook maatschappelijke organisaties, die moeten we eigenlijk ver weg van het onderwijs houden. Dat vindt in ieder geval de mensen in de Tweede Kamer. De meerderheid. Dankjewel, Roman. Helder. Isabelle. Kunnen we jongeren er meer bij betrekken? Ja, ik denk... ik vind dit altijd een heel lastige. Want altijd als ik zeg... Ja, maar jongeren moeten een stem krijgen in dit soort dingen. Dan wordt gezegd... Ja, maar heel veel jongeren die vinden er niks van. Of die denken er niks over. En ik zal de laatste zijn die zal erkennen dat... Dat is geen goede Nederlandse zin. Nou, ik zal in ieder geval echt niet ontkennen dat er een heleboel jongens zijn die het inderdaad echt helemaal niks uitmaakt. Maar dat is ook een gevolg van hoe wij op het moment werken. En ik denk door in ons onderwijs veel meer naar de actualiteit te kijken. En dat kan dan de recente actualiteit zijn van zeg maar wat er die dag of 2 dagen daarvoor is gebeurd. Maar ook wat er de afgelopen paar jaar of de afgelopen 100 jaar desnoods. De afgelopen 100 jaar kan ook actueel zijn als je kijkt naar lange tijdschalen. Denk ik dat een jongere ook meer merkt van... Oh, ik zit hier bij het onderwijs ook om iets te leren over wat ook echt voor mij van toepassing is. Niet iets als een heel erg ver van mijn bedshow of zo. Ik denk als jongeren meer voelen dat het ook eigenlijk over hen gaat wat ze leren op school... dan denk ik dat je best wel veel zou kunnen bereiken. En ik denk, ik zie het ook in de chat naar voren komen. Ik denk inderdaad als docent dat veel docenten ook echt wel hun eigen invulling kunnen geven. En ik begrijp dat er uiteindelijk vaste eisen moeten zijn. Maar een docent kan ook luisteren naar zijn leerlingen, wat die vinden. En ik denk dat is gewoon voor de overheid veel moeilijker dat... Dat zal ik niet ontkennen. Dus ik denk, geef de docenten ook ruimte om daarin te gaan wat zij goed vinden. En wat zij zien bij hun leerlingen wat ze nodig hebben. En maak daarmee ook dus de impact zoals je aangeeft voor die leerlingen duidelijk van welke thema's er spelen in hun toekomst. Hè? In onze toekomst, maar die is voor hun wat groter en belangrijker dan voor mensen die al wat ouder zijn. Super, dankjewel. Henk Taalman, geef nog aan. Kijk ook meer, niet zo vastgebonden aan de methodes, maar kijk wat verder. Super goed. Dank voor jullie inbreng, beste panelleden. Isabelle,
Saskia en Roman. Het is een lastig puntje. Onderwijs is een mastodont. En terecht dat het niet zo makkelijk kan veranderen natuurlijk. Het is te belangrijk voor iedereen. Maar het gaat pas veranderen. En soms moet je wat langer aan de deur rammelen dan je wil. Als alle partijen daarom vragen. Daar spelen jongeren een hele belangrijke rol in. Het is goed die zich laten horen. Maar net zo goed ouders. Dat gaat ook weer vaak via de kinderen natuurlijk. En net zo goed de docenten. Als natuurlijk de schoolleiders. Als de ministeries. Als de politici. Je hebt ze allemaal nodig. Maar je ziet als er eentje gaat bewegen. Dan gaat de andere soms toch mee. Je hebt nog een beetje invloed op die andere. In onze koepel van PO-scholen. Waar mijn kinderen bij zitten. Had de bestuurder iets bedacht voor een nieuw koersplan. En door de directeuren van al die kleine schooltjes. Die gingen aan de poort rammen en zei je moet iets van duurzaamheid erin zetten. En dat is nu ook gebeurd. Dus en dat gebeurt er via ouders en leerlingen. Dus geef je woord niet op. Blijf ervoor knokken. Dank allemaal voor jullie bijdrage. En het meedenken en het meedoen. En ik wens jullie nog heel veel mooie seminars toe bij de Groene Paper. We sluiten nog even af met herinnering aan volgend jaar. Is er weer de volgende in eind mei. De volgende Groene Paper. En dank voor jullie deelname. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens.